Siangkan hoort voor mijn part tot een van de meest romantische dorpen. We reserveren dadelijk terug dezelfde kamer aan de oever van de Mekongrivier in het hotelletje waar we jaren geleden ook verbleven. De tijd lijkt hier stilgestaan te hebben. Zelfs de handdoeken op ons hemelbed zijn nog steeds op dezelfde wijze geplooid. Siangkan telt vele kleine winkels, hotelletjes en gastverblijven in de nog typische oude stijl. Verbouwen mag, zolang het authentieke karakter behouden blijft. Elke plank moet terug worden gebruikt. Een stevige Thaise voetmassage doet ons de vermoeidheid van de afgelegde trip snel vergeten. De dag kan helemaal niet meer stuk met het romantisch etentje onder de geurende bloesems van de plumeria aan de oever van de Mekong. In de avonduren is het aangenaam kuieren door de autovrije steegjes in het dorp. De gezellige winkels nodigen ons uit om een kijkje binnen te nemen. Van de opdringerigheid uit de meer bekende toeristische steden is er hier geen sprake. Voor een grommende maag is er steeds wat eetbaars te vinden. Het is vroeg opstaan in de ochtend. De plaatselijke monniken zijn al op pad voor hun dagelijkse ronde. Monniken bedelen niet. De gelovigen zien het als een voorrecht om hen voedsel te mogen geven. In ruil krijgen we, in de vorm van een psalm, een behouden verdere reis gewenst. Zelf nuttigen we ook nog een klein ontbijt.
De trip gaat nog iets verder langs de oever van de Mekongrivier. Zandwinning is hier zowat de enige bron van inkomsten. In de zijarmen wonen dan weer de families die moeten leven van de dagelijkse visvangst. Als afscheid aan Siankan bezoeken we nog het wandelende Boeddha-beeld op de Pukok Nieuwheuvel. Dit grote beeld, in een zegenende houding, is door het Tweede Legercommando samen met de plaatselijke bevolking gebouwd ter ere van het Koningshuis.